Goedemiddag. Ja, die Hier zeggen zijn we met goedemiddag. de zevende online gratis tekenles tijdens de coronacrisis. Annie en ik hebben daarnet even een warming-up gedaan en die willen we wel even met jullie delen. Komt-ie, hè? Ja. Hoofd, Hoofd, schouders, schouders, knieën, knieën, teen, teen, knieën, teen. teen. Hoofd, schouders, Schouders, knieën, knieën, teen, teen, knieën, knieën, teen. teen. Hoofd Hoofd en en schouders, schouders, puntje puntje van van je je neus. neus. Hoofd, schouders, Schouders, knieën, knieën, teen, teen, knieën, knieën, teen. teen. Goed, dan hoop ik dat we allemaal wakker zijn. Als je zit te kijken, steek dan even een duimpje op. Wat gaan we nu vandaag doen? We gaan vandaag weer een leuke online tekenles geven. Maar we stellen ons toch weer even aan jullie voor. Want voor hetzelfde geld kijk je nu voor het eerst. En heb je helemaal geen idee wie je voor je hebt? En het is misschien ook wel handig, gezien onze introductie, dat mensen weten dat we toch ook wel serieus zijn. Ik ben Kirsten Lucie, ik ben moeder van drie dochters. Ik ben tekenjuf op school en ook zo af en toe op het buurthuis. Dan mag ik gastdocent zijn bij Annie Griep, die hier naast me staat. Ik ben op dit moment bezig met mijn opleiding HBO, tekenen en handvaardigheid, want ik wil docent worden op de middelbare school en hoger onderwijs. En ik heb dit initiatief bedacht heel snel tijdens een oproep in de Achterhoek Corona-hulphoek om mensen tijdens deze hele crisis wat leuke online tekenlessen aan te bieden. Hierbij heb ik gelukkig hulp gekregen van. Dat is Griep. En ik las het en denk, ja, dat is goed. Want waarschijnlijk kunnen de lessen live niet meer gegeven worden, maar online wel. Dus daar hebben nog meer mensen daar plezier in. En zeker in deze tijd, best wel een moeilijke tijd voor iedereen, gaan we een vrolijke noot bij doen en gaan we leuke lessen geven. Dus we gaan gewoon weer verder vandaag. Wat we ook iedere les doen, we willen inderdaad een beetje vrolijkheid bieden, een stukje ontspanning, een stukje creativiteit. Maar we kijken natuurlijk ook naar de actualiteit. En iedere dag steken wij een kaars op voor iedereen die op dit moment ziek is. Of dierbaren die een zieke hebben in de familie of in de vriendengroep. Nou ja, Annie, dan krijg je hem weer. Hier de kaars. Dus voor alle zieken, eigenlijk over de hele wereld, kan ik wel Ja, zeggen, steken wij nu de kaars op en alle dierbaren die iemand hebben die ziek is. Dan steken wij ook altijd nog even een kaars op voor alle hulpverleners. Want die verdienen echt een pluim. Ze houden Nederland draaiende tijdens deze hele crisis. Draaien extra diensten. Het zijn papa's, het zijn mama's, het zijn politieagenten, het zijn hulpverleners, het zijn juffen, het zijn meesters en noem maar op. Waarschijnlijk heb ik heel veel groepen nog niet genoemd, maar ook voor jullie steken wij een kaars op. Ik zet de kaars weg ja. en dan wil ik juf Annie vragen of ze wil vertellen wat we vandaag gaan doen Ja. en misschien al wel wat voorbeelden laten zien. Heb ik nog niet gezegd, ook kunstenares. En vandaag gaan we over vogels hebben. En misschien is het wel leuk om mijn laatste, wat ik over vogels heb gemaakt, eerst eens te laten zien als kunstenaar. Dus moment. Dat is deze. Hier is een vogel. En wat opvalt zijn de krachtige vleugels. Ook te zien? Ja, jij moet ook een beetje te zien zijn, juf Annie. Ja. De krachtige vleugels. En dat is wat een vogel ook kenmerkt. De kracht zit in de vleugels van de vogel. Oké, ik heb er nog eentje. Mooi. Want gisteren hebben we een les gedaan over hoe teken je nu veren. Misschien kun je de tips uit die les meenemen in deze les. Deze, ja, ik ben er weer. Deze is ook een vogel, maar deze is getroffen. Coronavirus kun je wel zien. En een beetje vleugellam. En hoe gaan we daarmee om? Dat is deze voorstelling. Heel mooi.
Dan heb ik nog een hele mooie. Die andere twee waren gewoon ook al ontzettend mooi, wat mij betreft. Maar goed, komt-ie. Iedereen vond de olifanten leuk, iedereen vond de zebra's leuk. En ik heb het kleine blauwe vogeltje. En het kleine blauwe vogeltje staat voor geluk. Bij deze. Nou, geluk, dat kunnen we allemaal ook wel een beetje gebruiken. We gaan dus vandaag vogeltjes tekenen. En in deze les laat ik een voorbeeld zien hoe je op een gemakkelijke manier, door een krabbeltje te maken, wat je altijd wel doet, hè, tijdens een telefoongesprek misschien, of misschien als je op school bent, dat je een klein krabbeltje aan het tekenen bent. Nou, datzelfde krabbeltje kun jij gebruiken om een leuk vogeltje mee te maken. Ik kan wel wat voorbeelden laten zien. Een momentje. Even pakken. De vogel komt aangevlogen. Hier heb ik dus straks even gedaan om te oefenen. En ik ga jullie laten zien dat je op een hele gemakkelijke manier die kunt maken. Wat heb je daar nou voor nodig? Ik heb op dit moment een stift gepakt. Dat is zodat jullie het beter kunnen zien. Maar je kan het ook met een potloodje doen. Zet ik het ezel iets dichterbij. Zo. Even iets naar beneden. Wat ga je nou doen? Zonder al te veel na te denken. Ga je een paar krabbeltjes maken. Zie? Doe maar gewoon wat. En als je goed kijkt, dan kun je in ieder krabbeltje wel een vogeltje ontdekken. Ik zie trouwens al heel veel hele leuke reacties binnenkomen. Ik hoor in ieder geval van Annemarie al dat we goed verstaanbaar zijn. En van Ellie. En Linda zegt mooie, mooie kleuren. Nou, je schilderijen vallen in ieder geval in de smaak. Dat is super. Nou, kijk. Als we nou bijvoorbeeld naar deze kijken, het krabbeltje wat ik gemaakt heb. Ik kan me zo voorstellen, als ik hier een rood snaveltje teken. En hier een paar pootjes. En hier misschien een vleugeltje. En hier een vleugeltje. Dat hier al een heel leuk krabbelvogeltje is ontstaan. Dan gaan we naar de volgende. Hé, wat zie ik hier? Dit is een vogeltje. Die kijkt naar beneden. Misschien vliegt hij zelfs wel naar beneden. Daar ontstaat dan een krabbelvogeltje. Oh, ik zie ook allemaal duimpjes naar boven komen. Dat vinden wij leuk, hè? We zijn gek op duimpjes. Hartjes mogen ook. Even kijken, dan kan je nog wat vleugeltjes erbij bedenken. Maar je kan het ook gewoon zo laten. Dan heb je eigenlijk een beetje een opstartvogeltje. Dan zie ik hier ook een heel lief vogeltje. Dit is een beetje een trots vogeltje. Zie je? Hier zet ik ook een kroontje op. Je kijkt trots als een pauwtje de wereld in. Hij heeft ook vleugeltjes. En hij stapt naar voren. En op deze manier kun je dus heel leuk abstracte vogeltjes maken. Wat je kunt doen om het schilderij nog een beetje meer leven te geven, is je pakt andere kleuren, pak wat leuke kleuren, pak je lievelingskleuren en ga dan om de vogeltjes heen een leuke achtergrond schilderen. Dat kan je bijvoorbeeld doen door, pak ik even een kwast. Pak ik even verf. Met gele verf een vlakje te maken. Even wat meer verf. Zo om het vogeltje heen en misschien een eindje verderop. Een blauw vlakje te maken.
Zo'n beetje om de vogeltjes heen. En misschien wil je nog wel ergens een groenvlak maken. En op deze manier heb je op een leuke en een snelle manier een abstract schilderijtje staan. Nou, dan zouden we nog kunnen eindigen met in een andere klas. En zo zouden we kunnen eindigen met rood. En dan wordt het even uitkijken, hè? De pootjes zijn ook rood. Zouden we daar misschien de stift nog even bij kunnen gebruiken? Nou, dan kun je je schilderijtje afmaken. En ben ik heel benieuwd naar jullie krabbenfotoschilderij. Ik wil even naar voren halen. Want ziet iedereen het beter. Dat was het eerste voorbeeld van vandaag. Dan zal ik hem even eraf halen. En dan gaat juf Annie het volgende voorbeeld uitleggen. Ja, ik doe even weer zo. En een... Misschien denken jullie dat het heel moeilijk is, maar ik heb een heel eenvoudige methode. En dan kun je, zelfs met kleine kinderen kun je dat gaan doen. Dat is namelijk je hand gebruiken. En dan moet je de hand zo... Wacht even, ik overstel. Zo ga je de hand openzetten. Zo. Nou, denk je, wat moet dat nou? Nou, heb ik even een stukje papier nodig. Ja, je komt to the rescue. En dan gaan we het even op papier omheen trekken met een stift. Hier heb ik een stift. Potlood mag ook, maar stift is voor nu even wat duidelijker. Dus we gaan nu even gewoon om je hand een lijn trekken. Deze manier. Het lijkt wel veel. Het lijkt wel een klingon. Hoe heet het, hoe noem je dat? Oh jeetje. Deze. Kan iedereen dit wel? Ik vind het best moeilijk. Een klingon groet lijkt het, Annie. Oh, ik vond het V-teken. Oh ja. Zo, gaan we er lekker even zo omheen. Zo. En dan gaan we deze doortrekken. Oh, even een staartje. Ik ga hem iets dichterbij zetten, want dan kan je het anders niet zo goed zien. Nee. Kijk. Ja, een beetje zo, hè. Mm-hmm. Dus zo. Heb er omheen getrokken. Nou, als ik hier nou het oogje doe en hier een snaveltje, dan begint hij er al wel meer op te lijken. Hè? En dan gaan we ook nog eens voor de vleugeltjes wat beter doen. Zo, zo. En hier, ja, hier zitten die pootjes. Maar hij vliegt. Hij vliegt. Dus dat was hem. En dan kun je natuurlijk één kleur doen, maar zo simpel kun je een vogel tekenen. Ik heb hem hierbij getekend, want ik heb met mijn cursisten hebben allemaal vogels gemaakt over Nieuw-Zeeland. Als je naar deze kijkt, die is zo gemaakt. Wat ik nog meer over deze vogels wil vertellen, boven Nieuw-Zeeland, is dat, en dat kennen jullie vast wel, dat is bijvoorbeeld de kiwi. De kiwi, daar gaan we weer. De kiwi loopvogel. Maar hier in het midden zien we ook hele grote loopvogels. En wat valt daarop? Dat ze hele stevige poten hebben. Heel stevig, want ze moeten ook wegrennen.
En dat ging heel erg goed in Nieuw-Zeeland. Totdat er de opossum kwam. Opossum, dat is een buidelrat. En die buidelrat die kwam in Nieuw-Zeeland in de 19e eeuw. En met kolonialisme, dus die namen allerlei beesten mee, maar onder andere de buidelrat. En die begon al die eieren op te eten. Dus binnen een jaar was 95% van de kiwis bestond niet meer. Dus dat is toch wel heel vreemd, hè? Heb je een afgesloten eiland, lijkt wel een coronavirus, afgesloten eiland en men ontwikkelt zich totdat er een vijand komt. Dan gaat het niet. Gelukkig zijn er nog wat kiwis en vogels over. Ik ben er geweest, ik heb gezien, maar wel andere loopvogels. En nou, Nieuw-Zeeland is van plan om al die buideldieren eruit te krijgen, zodat er weer plek is voor de loopvogels. Dat is hun oplossing wat de vogels betreft. Wat gaan wij vandaag doen? Dit was even Nieuw-Zeeland. Maar wij gaan gewoon kijken hoe wij een vogeltje kunnen tekenen. Oké, even deze weer weg. Prima. Misschien de achterkant. Dit wordt het vogeltje. Dat is heel lastig om te doen, hoor. Ja. Weet je wat? Ik ga met de stift werken. Zal ik hem gewoon hier plakken? Ja. Dan zet ik hem iets dichterbij. Zo zie je. Goed, we hebben een cirkel. En die ga je zo. Een halve cirkel zet je zo neer. Oké. Ga je nog een tweede cirkel hier neerzetten. Ja. En vanaf die halve cirkel ga je een ronding maken naar achteren toe. Dat wordt de vleugel. En, ik hoop dat jullie het kunnen zien. En dan even de vleugel weer terug laten brengen hier naartoe. Zie je dat? Nou, wat heb je nog meer nodig? Een snavel. De snavel is de V, maar dan zo. Hop, V'tje. En aan die snavel gaan we twee horizontale lijntjes. Oh, ik zal een oogje doen. Zo, dan gaat het tenminste leven. En we hebben nog wat pootjes nodig. Joep. En dat is natuurlijk op een takje. En dat takje, ga je even de onderkant weer, je weet wel, dan heb je wat rondingen. Nou, dit is gewoon heel simpel een vogeltje. Dit kun je gewoon zelf met hele leuke kleurtjes opvullen. Ik doe het nou even hiermee. Zo. Vogeltje 1. Vogeltje 3. We gaan nog een vogeltje maken. Zal ik deze even omdraaien? Ja, ik heb hem hier wel. Ja? Dat gaat niet. Nou, hoe kunnen we dit vogeltje maken? Weer hetzelfde principe. We gaan een bolletje hier maken. Hoppa. En een bolletje hier. Hoppa. Bolletje met een snaveltje eraan. En vooral het oogje, want dan zie je meteen wat bedoeld wordt. Dus die bolletjes en dan ga je even een mooie lijnvoering maken. En dan kom je natuurlijk bij de staart uit. En het lijfje moet ook nog een beetje. Zo. Al die lekkere veertjes en hier de vleugel. Zo. Nou, dan gaan we dat wat duidelijker maken. Hieronder gaan we eens eventjes een schat maken. Snaveltje wat donkerder. En hier deze. Uiteindelijk mag je het zelf weten hoe je het verder oplost hoor. En dit zijn die vleugels. Oh ja, de pootjes natuurlijk. Hier hoor, en daar gaan we weer. Pootje.
potje en het takje. Zo, dat is weer de vogel. En misschien het mooi afmaken. En dan wil ik er nog eentje maken. Dit was nummer 25. Nummer 25. Voor degene die meedoen met de bingo. Even naar voren, want het is toch moeilijk te zien. Hartstikke leuk voor je. Mooi. En we gaan nog een boogvogeltje maken. En waarom doe ik dat? Want ja, we zijn ook wel een beetje boos hoe het nu op dit moment allemaal gaat. En dat vogeltjes kunnen ook wel eens een beetje boosig zijn. Zo van. Dus hoe gaat dat? Dan is toch weer het rondje. Hier het rondje. En ja, hoe ga je dat doen? Het snaveltje. Dus oeps. De V-vormtjes, zo. Ja. En dat oogje, dat staat er wel een beetje zo. Het begint al een beetje te doen. En dan hier heb je die veren. Jee. En hier ook. Alles is een beetje in spanning. Alles. Door hier ben ik toch boos. We moeten er toch veel uit. En hier zit hier nog wel op de tak. Maar hoe lang nog? En nu ga ik lekker een kleurtje bij gebruiken. Want dit blijft toch wel erg zwart wit. De kleurtjes. Om toch een beetje te accentueren hoe boos en hoe deze. Oh, dat is wel heel dikke. Zo. Ik ben boos, 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 boos. En hier zit toch wel de sterkte in van hieronder. En ja, dat is natuurlijk wel een beetje rond, die vleugels. Nou, zo hebben we toch wel een behoorlijk boos vogeltje getekend. Maar misschien wordt het hierna wel beter. Oh, dan gaan we het even weer doen. Zien jullie dat? Het boze vogeltje. Oké, dat was een beetje hoe je een vogeltje gaat tekenen. Wil je zelf nu een vogel tekenen? Oh, hier ben ik. Ja. Ga ik even laten zien hoe mooi dat is, hoe je zelf een voorbeeld kan doen. En dat is bijvoorbeeld deze. Oh. Ja, deze. Nou, koolmeesje, ja. En ook dan ga je gewoon twee rondjes. En dan even vleugeltjes, kijk de vleugeltjes, takje. En de rest mag je allemaal zelf bij omheen verzinnen. Dus even deze nog laten zien. Zo simpel ga je, dat is de basis. En de rest mogen jullie doen. Nou, hartstikke leuk. Echt super. Om nou even erop in te haken van ja, het boze vogeltje van Annie. Misschien hebben jullie het al gezien. Maar ik heb ongeveer een uurtje geleden heb ik een wedstrijdje aangekondigd. Namelijk, teken het coronavirus en wat dat eventueel zou kunnen bestrijden. Dat videootje dat is terug te vinden in de Facebookgroep. En ik zal hem ook op de YouTube-kanaal zal ik hem erbij zetten, op de playlist. En je mag hem ook delen, want het is ook voor de mensen die niet meedoen met deze online tekencursus.
Die wil ik ook uitdagen om het virus te tekenen in de kleuren die je ook maar wil. En om de bestrijding daartegen. Misschien denk jij wel van, nou, ik teken er een mooie dokter bij. En echt zo'n knapperd, weet je wel. En dan met een mooie witte jas. Of misschien denk je van, nou, ik teken er een mooie hart bij. Want liefde gaat het coronavirus wat mij betreft bestrijden. Of misschien denk jij wel van, nou, het is moeder natuur die het gaat doen. Wie weet. Wie weet. Of misschien denk jij wel van, nou, ik teken gewoon een heel grote, dikke pil, groot medicijn, dat het gaat bestrijden. Of misschien is het zelfs wel een vaccinatie die het gaat bestrijden. Ja, maar ja, het kan van alles zijn. En dat virus, zoals je dat tekent, dat mag ook op alle manieren die je wil. Ik liet een leuk voorbeeld zien waarmee je met een paardenbloem in de verf kan dopen en dan kan stippen. Ik zal het eventjes erbij pakken. Ja. Dan krijg je zoiets als dit. Dus gewoon een paardenbloem in de verf. Dan krijg je al best een heel grappig coronavirus-achtig effect. Maar je mag daar van alles voor gebruiken. En wat gaan we nou doen met de inzendingen? De inzendingen, ja, maak er zo goed mogelijk een foto van die duidelijk is, dat het papier goed in beeld is, hè, en dat het helder is. Plaats hem onder de post van de tekenwedstrijd. En de drie beste, die laat ik zien op vrijdag 3 april. Tijdens de online tekenles om 13:30. En kun je later ook nog terugbekijken. En dan na die les, want die les gaat dan dus ook over het tekenen van het coronavirus. Ga ik dat als voorbeeld laten zien wat je hebt ingezonden, de drie beste. En daarna komt er een wedstrijd en dan kan je nog aan meedoen. En daar denkt iedereen aan mee die ook al een tekening had ingediend over het coronavirus. En dan kun je een setje stiften winnen. Het is niet een hele grote set, het is echt een aardigheidje. En natuurlijk, de roem en de eer zijn de grootste prijs. Maar doe allemaal mee en teken mee om dat coronavirus weg te dringen. Uit ons land, van de aardbol, gewoon helemaal weg. En weet je wat je dan ziet? Als het weg is, dan heb ik een heel mooi vogeltje die heel blij is. Ja, wat een schatje. Kijk, zo wil ik het weer graag hebben. Prachtig. Eens even kijken, dan besteden we ook altijd aandacht aan de jarigen. En dan kan het zijn dat ik het gemist heb, maar volgens mij is er vandaag niemand jarig. Mocht je nou wel jarig zijn, over jarigen weten, laat het me dan nog even weten. Hier in de comments. Ik hoop dat ik ze op tijd zie. Ik zal even scrollen. Dan, nou, dan komt de postbezorger aan de deur. Dat zie je dan ook altijd tijdens een live gebeuren. Lois, wil jij even open doen? Oh, ik ga even naar de deur. En dan gaat Annie eventjes nog een beetje jullie bijkletsen over de vogeltjes. Ja. Tot zo. Zo gaat dat dan. Dus wat mij betreft gaan jullie buiten eens luisteren naar de vogels. En je mag ook een foto maken van een mooi vogeltje. En ga maar gewoon eens uitproberen. Ik heb nu de handvaten gegeven. Jullie hebben zelf al kleurpotloden. Dus dat zal niet zo'n punt zijn. De achtergrond, die heb ik al aan. Dus ze kunnen zo overal kunnen de vogeltjes erop komen. Dus doe je best. Is terug. Ik ben terug. Ja, daar kwam een bezorger, een pakje bezorgen. Dus ja. Nou ja, juf Annie heeft het al gezegd. Ze heeft het voorbeeld aan. Dat heb ik ook een beetje. Hè. Als je goed kijkt, dan heb ik hier wel een beetje coronavirusachtige patroontjes. Ja. Goed. Nou, morgen zijn we er weer. En dan ga ik heel eventjes bekijken wat we dan gaan doen. Weet jij het nog? Ik denk... Oh ja. Ja. Dus je huisdier. Je huisdier. Maar het hoeft niet een hond te zijn hoor. Ik heb een konijn. Stel nou dat je geen huisdier hebt, mag ook gewoon je lievelingsdier zijn. Ja hoor, mag ook een paard zijn. Want dan heb je denk ik niet thuis. In de gang misschien. In de gang. Ja. Goed. Nou, ik vond het weer een ontzettend leuke online tekenles aflevering. Leuk dat jullie ook allemaal weer kijken. Stuur ons wel even nog iets van een berichtje of een duimpje. Ook al kijk je niet live. En wij kunnen dat altijd weer terugzien. Dat vinden we heel fijn. En vergeet niet om je tekeningen naar ons te sturen. Hè? Post ze onder dit bericht. Of zet ze direct rechtstreeks in het fotoalbum. Of doe allebei. Maak mooie foto's. Want ja, weet je, er zijn ontzettend veel mensen die deze albums bekijken. Ja. En dan is het wel zo leuk dat jouw mooie tekening echt ook mooi...
in beeld gebracht is. Dus zet er ook bij hoe oud je bent, als je een kind bent. Als je ja, maar net geen kind bent, hoeft het niet per se. Maar iedereen kan een vogeltje tekenen. Ja, en ik ben heel benieuwd naar jullie vogeltjes allemaal. Ja, ik ook. Ja. Online fotoalbum is net aangemaakt, dus daar kun je het allemaal in plaatsen. Maar ik vind het ook wel heel leuk als jullie het hieronder posten. Ja, echt wel. Ja. Nou, blijf sturen en we zien jullie heel graag morgenmiddag terug om 1:30. En nou ja. Ik neem mijn ezel mee. We zien jullie graag morgen. Nou, Annie, zwaai, hè?